gefeliciteerd met de Q4 e-tron, de volledig elektrische Audi. Een van de meest innovatieve auto's van dit moment. Deze video die heeft als doel u wegwijs te maken binnen al de mogelijkheden die de Audi Q4 e-tron te bieden heeft. Door de Audi voor te verwarmen, haal je de meest optimale actieradius uit de auto. En dat kun je activeren via de app of gewoon in de auto. De warmtepomp die is standaard op de luxere versies van de Q4. Het systeem dat zorgt ervoor dat de restwarmte van de accu en van de elektromotor wordt gebruikt om het interieur op te warmen. En hiervoor hoeft de standaard elektrische verwarming natuurlijk veel minder hard te werken. En dat scheelt dan dus uiteindelijk energie. En dat creëert uiteindelijk weer rijbereik. Want er blijft energie over die je voor de actieradius kunt gebruiken. Het opladen van de Audi Q4 e-tron is hartstikke eenvoudig. Je opent het klepje aan de zijkant van de auto. Je steekt de stekker erin. Je steekt de andere kant van de stekker in de laadunit. En je activeert de laadunit met een laadpas of een laaddruppel. En de auto begint vanzelf te laden. Om hem te ontkoppelen, die je de laadpas of de laaddruppel weer even voor de laadunit te houden. Die stopt zijn activiteiten. Je trekt de stekker eruit en je kunt weer rijden. De laadpunten thuis of op het werk of in een stedelijke parkeergelegenheid, dat zijn zogenaamde AC-laders. Je hebt ook DC-laders, dat zijn de snelladers. Die vind je voornamelijk langs de snelweg. Als u nou een reisdoel buiten het rijbereik hebt geselecteerd op het navigatiesysteem, dan zal het navigatiesysteem een route selecteren via de allersnelste laadpunten. Ja, Audi noemt dat, heel logisch, de e-tron route. De Q4 die rijdt als een Audi, dus altijd een klein beetje sportief, maar natuurlijk hartstikke comfortabel. En is er gekozen voor Drive Select, en afhankelijk natuurlijk van de samenstelling van de auto, kun je het rijgedrag verder personaliseren. En zo kun je dan uiteindelijk het rijcomfort verder beïnvloeden, maar ook bijvoorbeeld de mate van stuurbekrachtiging. Een elektrische auto is altijd voorzien van één of meerdere elektromotoren en die leveren kracht aan de wielen en daardoor ga je vooruit. Maar op het moment dat je van je gaspedaal afgaat, bijvoorbeeld als je moet uitrollen voor een verkeerslicht of voor een bocht, dan wekt diezelfde elektromotor energie op. We noemen dat recupereren en op die manier haal je dus energie uit bepaalde situaties. Dat is het zogenaamde one pedal driving. En dat kun je ook nog eens handmatig beïnvloeden. Op het moment dat je de keuzehendel voor vooruit of achteruit of neutraal in de stand D hebt staan en je haalt je voet van het pedaal, dan remt de auto nauwelijks. Zet je hem in B, de B van brake, voelt het meteen. De auto remt af op de motor en slaat zijn energie op die je anders zou gebruiken om te remmen. En dan was het weggegooide energie. Je kunt het recupereren ook handmatig beïnvloeden met flippers achter het stuur. Klein beetje afremmen, meer afremmen of nog meer afremmen. Dus in bepaalde situaties, bijvoorbeeld in stadsverkeer, vind je het fijn om veel te remmen op die motor en veel energie op te slaan. Maar misschien op de snelweg vind je het helemaal niet zo prettig. Nou, dan schakel je dat met de flippertjes achter het stuur uit of aan. Prettig in het gebruik is het Adaptive Cruise Control. Dat is standaard op de Launch Edition Advanced Plus en op de Launch Edition S Competition. En op de andere versies is het optioneel verkrijgbaar. Adaptive Cruise Control, dat zegt eigenlijk dat je de auto zo kunt instellen dat hij exact de snelheid van je voorganger vasthoudt. En op het moment dat die voorganger remt, of misschien zelfs tot stilstand komt, bijvoorbeeld in fileverkeer, dan remt de Q4 mee op exact dezelfde afstand. En vervolgens gaat je voorganger weer rijden en de Q4 gaat ook weer rijden tot de vooraf ingestelde snelheid. Het veiligheidspakket Plus, dat vat eigenlijk allerlei veiligheidssystemen samen. En al die systemen werken op digitale wijze met elkaar samen en dat zorgt uiteindelijk natuurlijk voor een verhoging van het veiligheidsniveau voor de inzittenden. Audi Q4, hij maakt indruk met de goed afleesbare displays, met het prettige rijgedrag, met het hoge comfortniveau, maar ook met zijn binnenruimte. Hij is van binnen even ruim als een Audi Q7. Jawel, met buitenmaten die overeenkomen met een Audi Q3, met een bagageruimteinhoud die overeenkomt met een Audi
Q5. Een fijne, praktische, goed rijdende elektrische auto. De Audi Q4 e-tron.